is alweer dag 3 voor Jong PSV in Zuid-Spanje. En deze dag begon met een training in perfecte omstandigheden. Zonnetje, graadje of 16, ideaal dus voor een ochtendtraining. Eerst zoals gebruikelijk de wandeling van hotel naar trainingsveld. En vanuit daar de loopschoenen inruilen voor de voetbalschoenen. Na de warming-up splitst de groep in tweeën. Aan de ene kant afwerken op doel, uit een voorzet en uit een actie. Aan de andere kant waren er oefeningen 1 tegen 1, 2 tegen 1, 3 tegen 2 en uiteindelijk 4 tegen 4. Overal was het verdediging tegen aanval. En dat leverde voor ons veel mooie plaatjes op. En ook in de middag stond er nog een training op het programma. Morgen vroeg geen training voor de mannen van Pascal Jansen. Maar dan speelde Jong PSV een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Atlético San Luqueño. Na deze ochtendtraining even een moment om bij te praten met het team. En terwijl dat aan de gang is, wordt het veld alvast weer in orde gemaakt voor morgen. Voor dag 4 van Jong PSV in Spanje.